gaat worden. Wie zie je zelf als jouw ideale opvolger hier bij Voetbal Insight? Heb je iemand in je hoofd? Of je denkt, ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Heb je niet over nagedacht? Jij loopt zomaar weg. En je laat ons met de puinhopen achter. We zitten toch met een hoop goede mensen hier. Tuurlijk, ja. Valentijn Dries, Hans, Jan Boskamp, Geert-Jan Verbeek. En dan ben je dus een beetje. Ja, dan ben je er doorheen. Ja. Het is niet meer. Ja, misschien dat er ergens in Nederland nog iemand is die hier ook wil zitten. Ja, hey, maar het zijn deze toch, kijk, het blijven natuurlijk bij dat Siggo wel enorme klootzakken. Dat ze hem niet gewoon de mogelijkheid geven om hier te zitten. Ten eerste zit hij hier graag. Ten tweede is het voor hun reclame als hij hier zit. En hij vertelt even wat voor wedstrijden ze het weekend komen. Er zijn er 1500 man die kijken naar West Ham tegen Everton. Dus dat is alleen handig als dat. En weet je. Dat heb je wel, Wim, dat weet jij ook, weet je wel. De uitpuilende ego's, die zitten het meeste in het voetbal en in de tv-wereld. En dat zit die mensen gewoon in de weg, weet je wel. Ik denk niet dat die Wil Moeder een totale gek is. Misschien niet een klein beetje gek. Maar het zit die mensen wel in de weg, dat ego. En weet je, het moet zoals zij het willen. Nou, dan zou ik, als ik 54 was, ik zou moeten doen wat Wil Moerer wil. Nee, jongens, ik heb de indruk dat we hier. Nee, maar wacht, dan wil ik wat? Ook wel een antwoord op geven. Hoezo? Het is wel heel kort door de bocht natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Wat je nu roept. Die exclusiviteitscontracten die zijn vrij gangbaar in de televisiewereld. Nee, Wim, die zijn niet gangbaar. Die zijn bij jullie gangbaar. Nee, heb ik niet, Wim. Allemaal heb hier ik niet. Aan de tafel. Heb ik niet. Je hebt één keer bij Sport 1 gezeten, ja, nou, de tweede keer ging je niet meer. Of je mocht geen zin meer, in, ik Wim. Weet het niet. Je krijgt dan 500 euro. Je hebt een exclusiviteitscontract, toch? Wimpie, ik krijg dan 500 euro. Ja, nou in. Ja, wat moet ik daar? Ja, nou in. Dan sta ik toch in de file ook. En ja, bruto. Goed, dan ga ik liever met die kleine van mij naar Scheveningen toe, lieve jongen. Wat? Ik vind dat het heel ongenuanceerd is om dat bij die man neer te leggen. Want nee, maar ik bepaal toch uiteindelijk de keuze. Wim, wat als mijn keuze is ermee. Als hij morgen bij Ziggo wil gaan zitten, ja, of ik, dan mag dat. Hij is al een paar keer gevraagd bij Jan-Joost van Rangel op zaterdagavond. Hij heeft er niet zoveel zin in, omdat hij een gezin hebt. Hij wil op zaterdag met dit weer even lekker naar Scheveningen toe. Maar wij mogen dat gewoon wij doen. Wij mogen overal gaan zitten. Wij mogen overal gaan zitten waar we alleen zin in hebben. Alleen Humberto, maar dat is weer een ander geval. Nee, maar dat. Mogen wij niet bij Humberto? Ja, Wimpie. Jan Boskamp. Jan Boskamp. Ja. Die ik weet niet of hij niet kan lezen, maar hij leest niet makkelijk, weet je wel. Dus die. Nee, hij leest gewoon niet makkelijk. Dus die had een contract gekregen voor 25 keer hier zitten. Dus contract was getekend. In dat contract stond dat hij wel moest melden als hij ergens anders ging zitten en dat ze het liever niet hadden. Nou, die jongen zegt, ik doe graag het Spaanse voetbal van Ziggo. Weet je wat onze directeur gedaan heeft? Ja. Nee, dat moet ik daar eens voorlezen. Ja, dat is voor zo meteen. Ja, ja. Nee, maar niemand maakt het wat uit. Maar goed, Wim heeft uiteindelijk de keus gemaakt, jongens. Ik heb uiteindelijk die keus gemaakt. En het is ook een afweging, René. En dat heb ik al heel duidelijk besproken ook. Ik bedoel, het is voor mij ook een aantal jaren gewoon vast inkomen, vast werk. Zolang ik bij RTL zit, ben ik freelance. Als Marco of jij zegt morgen, Wim, het is hartstikke leuk en aardig, maar je gaat de helft van je werk doen. Heb ik de helft van mijn inkomsten. Mm-hmm. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een financiële afweging. En die afweging, die is oprecht, is die moeilijk. Want ik zit hier met plezier. Nee, wacht. Ik zit hier met plezier en ik heb mijn dingen kunnen promoten. En op momenten dat het niet goed met me ging, was ik hier ook altijd welkom. Dus het is voor mij ook een moeilijke afweging. Maar het is wel mijn eigen keuze. Weet het is me niet opgelegd door Wil Moerer. En die begrijpen wij ook, Wim. Maar wij begrijpen die keuze. Aan de andere kant denk ik, als Erik Meijer een vast contract krijgt, gelijk tekenen. Als Arnold Brugink een vast contract krijgt, gelijk tekenen. Die kunnen niet zoveel. Mm. Maar er zitten er ook een paar die wel wat kunnen. En daar hoor jij bij. Mm. Dus het is uiteindelijk een compliment, Wim. En die, ik ook wel. En die, en die moeten zich niet laten regeren door de tv-mannetjes. Ja. Vind ik. We'll be right back.